In 2012 kwam ik in Arnhem wonen. Wat mij meteen opviel aan de stad was haar sterke sociale cohesie. Dat komt misschien omdat Arnhem de koploper in Gelderland en nummer 4 van Nederland is als het gaat om armoede. Ik ga in deze serie onderzoeken welke hulp er allemaal in Arnhem mogelijk is als je er even niet meer uitkomt met je financiën. In deze aflevering ga ik op zoek naar meer manieren om aan geld te komen. Goedemorgen, dames. Hallo. Hallo. Wat vindt u een goed salaris? Een goed salaris? Ja. Ik denk het minimale voor iedereen. Of nee, modaal voor iedereen. En wat vindt u modaal inkomen? Tussen de 30.000 en 35.000. Bruto per jaar? Ja, belastbaar, ja. Heeft u zelf voldoende inkomen? Ja, ben tevreden. Ja, ben tevreden. Dat is fijn om te horen. Ja. En lukt het u ook om te sparen elke maand? Een beetje, ja. Mag ik vragen wat u dan per maand opzij zet? Niet zo heel veel, want ik probeer te leven. Komt u rond elke maand met het geld wat u krijgt? Ja. Ja? Ja. Lukt goed. Kunt u er ook van sparen? Nee. Nou, wat vind jij een goed salaris? Ja, 118 in de maand. Netto? Ja, ja, bij overhoud, ja. En kom je daar zelf aan met je salaris? Ja, de meeste tijden van het jaar wel, ja. In deze aflevering bespreken we hoe je aan meer geld kan komen. Want ook al bespaar je op je eten, kleding of woonlasten, soms moet er gewoon wat geld bij. Ik ga in gesprek met Sandra Vervoort van de gemeente Arnhem, die mij nu alles over de bijzondere bijstand gaat vertellen. Sandra, je hebt mij eerder verteld dat de gemeente Arnhem inwoners kan helpen met een bijstanduitkering. Zijn er nog meer mogelijkheden die de gemeente Arnhem biedt? Ja, naast de algemene bijstand heb je ook de bijzondere bijstand. Daar heeft Arnhem ook een financieel potje voor. En die is bedoeld voor als je extra kosten maakt die je niet uit de algemene bijstand kunt betalen. En daar kunnen ook mensen aanspraak op maken die niet in de bijstand zitten, maar die een laag inkomen hebben. Dus de bijzondere bijstand is eigenlijk een potje voor onvoorziene kosten? De bijzondere bijstand is een potje voor onvoorziene kosten waar je niet voor hebt kunnen reserveren. En wat bedoel je met niet hebt kunnen reserveren? Nou, op het moment dat je bijzondere bijstand aanvraagt, dan wordt er altijd gekeken van, had je het van tevoren kunnen weten, had je redelijkerwijs het voor kunnen reserveren, kunnen sparen. Als dat niet het geval is, dan heb je mogelijkerwijs recht op bijzondere bijstand voor die kosten. We hanteren als gemeente dan wel de bedragen die door het NIBOD zijn vastgesteld. En dan hanteren we bedragen voor tweedehands goederen. Bijvoorbeeld voor een koelkast met vriesvak heb je het dan over een bedrag van 125 euro. De bijzondere bijstand is niet bedoeld voor normale kosten van het dagelijks bestaan. Zoals eten, drinken, kleding, gas, water en licht. Er is ook een ander potje waar je aanspraak op kan maken. Dit heet de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat de gemeente je één keer per jaar geeft als je al 3 jaar of langer moet rondkomen van een laag inkomen. Voor 2019 is dit 260 euro voor alleenstaanden en 375 euro voor gehuwde of alleenstaande ouders. Dit kan dus ook gebruikt worden voor de vervanging van een koelkast bijvoorbeeld. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor extra onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld inderdaad de koelkast of het gas van huis of wasmachine. Het is vrij besteedbaar, maar stel dat je daarna, op het moment dat je die toeslag hebt gekregen, daarna een aanvraag indient voor een koelkast, dan wordt wel eerst gekeken van ja, waar heb je dat andere geld dan voor gebruikt. De gemeente Arnhem heeft ook de regeling voor chronisch zieken. En de collectieve ziektekostenverzekering.
Kun je uitleggen wat die collectieve ziektekostenverzekering inhoudt? De collectieve ziektekostenverzekering is om te voorkomen dat mensen niet voldoende verzekerd zijn vanuit het basispakket. Maar dat ze door de bijdrage van de gemeente Arnhem ook extra kosten vergoed krijgen voor bijvoorbeeld hoortoestellen, brillen, tandartskosten, etc. Dus het is net dat stukje zekerheid als er extra medische kosten zijn. Voor chronisch zieken en gehandicapten is er een speciaal pakket samengesteld bij Mensis. En dat heet Garant voor Zorg 3. In dit pakket zitten vergoedingen die veel voorkomen bij chronisch zieken en gehandicapten. Plus het eigen risico hoeft hierbij niet betaald te worden. Heb je nog tips voor mensen als ze meer inkomen willen genereren of als ze meer financiële hulp nodig hebben? Ja, gemeente Arnhem kan inwoners ook advies geven als ze bijvoorbeeld extra geld nodig hebben voor, denk aan schoolkosten van de kinderen, schoolboeken. Kunnen we doorverwijzen naar Stichting Leergeld. Er zijn nog meer voorzieningen in Arnhem natuurlijk, zoals onder andere de Voedselbank, Stichting Rijnstad. Om de juiste weg te vinden naar die voorzieningen kunnen mensen zich melden bij een wijkteam. De wijkcoaches zijn er om samen te kijken van hoe gaat zo'n doorverwijzing, wat heb ik daarvoor nodig en kom ik daarvoor in aanmerking. Het is belangrijk om op tijd hulp in te schakelen om erger te voorkomen. Dus maak gebruik van de wijkteams. Als je geen inkomen meer hebt, dan kun je bijstand aanvragen bij de gemeente. Je eerste contact is dan met een consulent werk en inkomen die samen met jou gaat kijken of je daar wel voor in aanmerking komt. De regio Arnhem telde in juni 2018 zo'n 3100 werklozen. In april 2019 zaten er bijna 8000 inwoners in de bijstand. Het streven van de gemeente is om zoveel mogelijk mensen uit die situatie te halen. Ik ontmoet een van de consulenten van de gemeente, Nart Kwast. Inmiddels ook bekend door een heel ander televisieprogramma. Hallo Nart, hallo. Goed te zien. Dag Marel, hallo, welkom. Ik ken jou volgens mij ergens van. Ja, daar ben ik benieuwd waarvan. Ik heb jou volgens mij op televisie gezien. Ja. Nee? Dat klopt, project Rembrandt. Ja, het is een schilderprogramma, toch? Ja, het is een schilderprogramma, het is een wedstrijd waar ik aan mee heb gedaan en waarbij ik tweede ben geworden. Oké, okay. Jij werkte ook vanuit de participatiewet. Ja. Kun je een beetje uitleggen wat de participatiewet is? Ja, de participatiewet is eigenlijk de laatste voorziening in Nederland waarbij je, waar je een beroep op kunt doen. Als je dus echt zelf niet financieel kunt redden. En dus dat betekent dat wij echt kijken van welke voorliggende voorzieningen zijn er nog. Dus als iemand gewerkt heeft en die heeft recht op een WW, dan zal die dus eerst bij het UWV moeten aankloppen. En als er echt niks anders meer kan, wij kijken natuurlijk ook van als iemand, ik noem maar wat, een ton op zijn spaarrekening heeft staan, dan komt hij natuurlijk niet in aanmerking voor de bijstand. Dus er zijn wel hele strakke richtlijnen in, wil je daarvoor in aanmerking komen. Maar mijn doel is echt voorkomen dat mensen beroep op de bijstand moeten doen. Wij kijken eerst van, goh, wat heeft iemand gedaan om, wat heeft iemand gedaan om werk te vinden? En ik spreek mensen bijvoorbeeld die alleen maar af en toe een mailtje sturen. En dan zou bijvoorbeeld mijn eerste signaal zou zijn van, goh, ga ook eens achter de computer vandaan en ga bijvoorbeeld zo'n rondje door Nijmegen of Arnhem maken of alle rondomliggende plaatsen en klop ook eens bij een bedrijf aan. Want tegenwoordig zijn mensen erg geneigd om dingen via internet te doen. En dus wij proberen echt met de slimmigheid ook mensen zelf redzaam te maken, financieel. Zijn er nog andere dingen die mensen die een baan zoeken vergeten? Of dat het over het hoofd wordt gezien waar jij bij kan helpen? Ja, wat mij vaak opvalt is dat cijfers wijzen uit dat echt ongeveer 70%, daar kan ik niet precies cijfer geven, maar in ieder geval een heel groot percentage van de mensen die werk vindt, eigenlijk in het via-via-netwerk plaatsvindt. Dus dat kan natuurlijk mijn buurman zijn die ik op zaterdag een keer spreek en die ergens werkt. En dat ik hem ook letterlijk vraag van, hey, weet jij nog iets? Dat kan via een sportclub zijn, dat kan op allerlei manieren zijn binnen je netwerk. En dat ik soms mensen spreek die echt geneigd zijn om te beginnen over een opleiding die niet afgemaakt is. Omdat dat dan de reden zou zijn dat het niet lukt met het vinden van werk. En het zit heel vaak ook in wie ken je hoe is je netwerk. Verplicht werken voor een bijstandsuitkering, is dat in de gemeente Arnhem ook aan de orde? Nee, zo is dat niet. Het is wel zo dat je natuurlijk een inspanningsverplichting hebt en alles binnen je macht moet doen om werk te vinden. Dus je hebt wel echt een sollicitatieplicht
als je een bijstand hebt. En als wij zien dat iemand dat eigenlijk niet doet, of ik bel wel eens mensen op en die zijn dan telefonisch niet bereikbaar. Maar dat betekent ook dat je dus misschien voor werkgevers of uitzendbureaus niet bereikbaar bent. Ja, en dan kunnen wij ook wel streng zijn en zeggen van hé, maar dan gaan we het gesprek ook aan van goh, hoe zit dat? Wat is de reden, denk je, dat er toch mensen langdurig in de bijstand blijven? Heel divers. Heel divers. Ik denk dat ook... Soms kan het een opeenstapeling zijn van nare ervaringen. Van als je veel nare ervaringen hebt of een paar keer ontslagen bent of het lukt gewoon niet. Dan ben je natuurlijk ook niet vol vertrouwen van, goh, laat ik er weer tegenaan gaan. Dus dat kan heel, ja, heel divers zijn. Of je hebt heel veel gesolliciteerd. Ik heb een mevrouw gesproken die had echt letterlijk zo'n dikke multimap. Met al haar sollicitaties die ze had gedaan, keurige brieven, heel mooi cv. Maar dat lukt gewoon niet. Ja, en dat is wel heel menselijk dat je dan na een paar maanden op een gegeven moment denkt van ja jongens, ik heb echt alles binnen mijn macht geprobeerd, maar dat lukt gewoon niet. Wat is de reden dat jonge mensen in de bijstand raken? Dat kan variëren van privéproblemen tot opleidingen niet afgemaakt. Dat is heel divers. Ja. En ook, ik heb ook jongeren gehad die een bepaalde opleiding echt goed opgeleid waren, hoor. Maar die weinig netwerk hadden en alleen maar mikten op die ene baan. Die ene superbaan. Ja, die ene superbaan. Ja, en hebben dan het idee van, nou ja, zolang ik dat nog niet gevonden heb, dan vraag ik even bijstand aan. Maar daar is de bijstand niet voor. Nee, dan zeggen wij echt van nee hoor, dan is alle werk passend. Dat omschrijft die wet. Het NIBUD staat voor Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Ze geven advies en informatie over financiën van Nederlandse huishoudens. Het is een onafhankelijke stichting die onderzoek doet naar hoe mensen omgaan met geld. Ze kijken ook naar ons financieel gedrag. Ik heb een gesprek met Marion Weijers en zij legt me uit wat voor soort adviezen het NIBUD precies geeft. Wij geven vooral adviezen via onze NIBUD-tools en onze website. We hebben een website, nibud.nl, en die wordt 5,5 miljoen keer per jaar geraadpleegd. En daar staan eigenlijk al onze informatie op die mensen met financiële vragen hebben gedurende hun levensfase. Dus vanaf het moment dat je op jezelf gaat wonen, je gaat samenwonen, je krijgt een kind, wat kost dat dan? Of je gaat scheiden, wat voor een financiële vragen heb je dan? Dus al die financiële vragen die je hebt gedurende je hele levensloop, daar hebben wij antwoord op. Je vertelde net, jullie hebben een website, er zijn heel veel tools op te vinden. Kun je een aantal tools benoemen? Budgetadvies.nl is een tool waarmee je heel eenvoudig kan berekenen waar je op zou kunnen besparen. Het geeft in feite een beeld met aan de hand van referentiecijfers hoe het kan dat jouw buurvrouw of buurman bijvoorbeeld wel een tweede auto kan rijden en waarom jij niet. Er zitten referentiecijfers in. En je hoeft maar heel weinig in te geven, bijvoorbeeld je inkomen, je huishoudsamenstelling, of je een auto rijdt en of je ja of nee een koop- of huurwoning hebt. En dan krijg je al een beeld van wat een minimaal en een gemiddeld uitgaven is. En dat helpt jou om zelf je eigen begroting te kunnen maken. Zijn er nog andere tools die interessant zijn voor onze kijkers? Nou, zeker. Bijvoorbeeld berekenuwrecht.nl. Dat is een tool waarmee je kunt uitrekenen of jij recht hebt op landelijke en gemeentelijke regelingen. Dus landelijke regelingen bijvoorbeeld toeslagen, maar ook heffingskortingen. En daarnaast heb je ook een gemeentelijk deel en dat is vooral voor de minima. En dat helpt je om te kijken van, goh, heb ik recht op kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? En niet dat het tool dat voor je berekent, maar het geeft wel een beeld van of je er recht op hebt. En het leidt je direct door naar de organisatie waar je het kunt aanvragen. Dus elke Arnhemmer kan eigenlijk die tool gebruiken om te kijken van, zijn er naast de landelijke voorzieningen ook nog voorzieningen in Arnhem waar ik gebruik van zou kunnen maken? Ja. Oké, nou, dat klinkt als een hele handige tool. Mm-hmm. Heb je nog andere bespaartips? Bespaartips, we hebben heel veel op onze website staan. Het belangrijkste is bij besparen, is dat je het zelf ook leuk vindt om te besparen. En maak het zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld als je boodschappen gaat doen, dat je je voorneemt, ik ga vanaf nu alleen nog maar de huismerken nemen en niet meer de A-merken. Heb je nog andere bespaartips? Kijk gewoon elk jaar naar je zorgverzekering of het slim is om dat over te zetten naar een andere verzekering of kijken of je kan oversluiten naar een energieverzekering. Daar kun je een slag bij slaan. En geven jullie ook advies over hoeveel procent van je inkomen je zou moeten sparen?
Ja, ons advies is 10% van je inkomen om maandelijks te sparen. En dat is dan voor om die buffer, waar ik het net over had, die bufferberekenaar, om daar een spaarpotje of een buffertje voor te creëren. En voor sommige mensen is 10% van het inkomen, dat mensen die er hebben, is heel veel. Voor andere mensen die zeggen van nou, dus ik spaar veel meer. Het is een richtlijn. En als mensen weinig inkomen hebben, is dat best wel lastig om 10% te sparen. Maar alle kleine beetjes helpen. En het zou zo fijn zijn als ook organisaties helpen om mensen te leren sparen. Of leren sparen, helpen met sparen. Hoe mooi zou het zijn als bijvoorbeeld bij elke aankoop die je doet in een winkel of elk pinbedrag, dat er gewoon 1% of 2% van je aankoop automatisch naar je spaarrekening gaat. Het zijn van die kleine dingen om mensen te helpen te sparen. Want we weten allemaal dat sparen belangrijk is. 80% van de Nederlanders spaart ook. Dat betekent dat 20% het niet doet. Er zijn ook 17% heeft geen spaarrekening. Dus ik zou ook de banken op willen roepen om als je een bankrekening opent, dat je automatisch gratis een spaarrekening krijgt. Want als je geld automatisch overmaakt op je spaarrekening, is dat een extra drempel voor mensen om dat geld weer te gaan gebruiken. Dus dat weten we uit onderzoek. Als het geld op je bankrekening staat, geef je het makkelijker uit dan als je het op je spaarrekening staat. Dus dat zou gewoon zoveel meer helpen. Zorg dat je alle administratie met betrekking tot je financiën bij elkaar hebt. In een map of digitaal. Je inkomsten, je uitgaven, je huur, hypotheek. Alles wat met je financiën te maken hebt op één plek bij elkaar. Ik raad aan om 3 bankrekeningen te gebruiken. 1 bankrekening waar alle inkomsten opkomen en waar alle vaste lasten afgaan. Een 2e rekening waar je elke maand geld op stort om van te leven. Dus je boodschappen, je avondje uit eten, noem het maar, waar je kleding. En een 3e bankrekening om geld te reserveren voor onvoorziene uitgaven. Spullen gaan stuk of spullen worden oud. Zorg dat je goed op de weggeefhoeken kijkt bij Facebook en bij Groupon voor speciale aanbiedingen of dingen om gratis af te halen. Heel vaak staan er koelkasten gratis af te halen, gasfornuizen, bankstellen. Maakt niet uit, er is veel meer te vinden voor niks. Maak een financiële planning. Elk jaar zijn er bepaalde momenten die jaarlijks ook weer gewoon terugkomen. Denk aan het eventueel aanvragen van kwijtschelding voor je belastingen, voor je gemeentelijke belastingen. Maar ook bijvoorbeeld het aangifte doen van de inkomstenbelasting. Dat is in april. Zo ook een belangrijke maand is november. Er is maar 1 maand dat je over kan stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat is in december. Dus zorg dat je in november in ieder geval al goed gaat oriënteren op wat voor jou een goede zorgverzekeraar is die aansluit op, qua prijs, maar ook op jouw zorgbehoeften. Voor je zorgverzekering betaal je maandelijks een premie. Maar hou er rekening mee dat je een eigen bijdrage hebt van minimaal €385. Dus zorg dat je daar elke maand een bedrag voor opzij zet. Neem ook eens een kijkje op de website van het Nibud. Zij zijn de expert op het gebied van budgetvoorlichting. En er is allerlei informatie te vinden over alles wat met financiën te maken heeft. Wil je bijvoorbeeld eens kijken wat je zelf uitgeeft in vergelijking met andere mensen, is dat ook terug te vinden. Gedurende de opnames van deze serie kreeg ik van verschillende instanties te horen dat jongeren het momenteel erg zwaar hebben en meer in de schulden raken. Voor deze jongeren, dus tussen de 18 en 27 jaar, is er een speciaal project dat Ons Bank heet. Deze organisatie draait al programma's in Amsterdam en komt nu naar Arnhem toe. Ik spreek Willem Los, die adviseur schuldenbemiddeling bij de stichting is. Jij bent vandaag uit Den Haag naar Arnhem gekomen omdat ik in de krant las dat jullie een project gaan beginnen in Arnhem dat heet Ons Bank. Kun je uitleggen wat Ons Bank is? Ons Bank, dat is een traject wat is eigenlijk ontwikkeld om jongeren te helpen met problematische schulden. Dat is een opdracht gedaan van Stichting Doen. Mm-hmm. Die hebben een stichting het instituut opdracht gegeven om iets te ontwikkelen bij te dragen aan de maatschappelijke problematiek. En daar is Ons Bank uitgekomen. Ons Bank is een leertraject wat 6 maanden duurt voor jongeren met problematische schulden. En het heeft een aantal facetten. Een heel belangrijk facet van Ons Bank is dat er een schuldenrust wordt geregeld
ten tijde van het leertraject. En wat is een schuldenrust? Jongeren met problematische schulden hebben meerdere schuldeisers. En die huren deurwaarders in, incassobureaus, die krijgen brieven, die worden lastiggevallen. Er wordt aan de deur geklopt, wordt misschien wel beslag gelegd op salaris, op inboedel. En dat werkt enorm veel stress op de jongeren in. Dus ja, dat wil je weg hebben, want anders kan je nooit echt weer een leertraject waar je met jezelf aan de gang gaat, kan je inzetten. Ja. Want dan heb je continu de angst dat er weer wat gebeurt, dat er weer iemand voor de deur staat. Nou, die schuldrust, dat is een van mijn taken die ik doe bij Ons Bank. Ik ga samen met de jongeren bellen met alle schuldeisers. Mm-hmm. En daarmee gaan we ervoor zorgen dat die 6 maanden niet worden lastiggevallen. Dat de vordering wordt bevroren. En wij zeggen ook toe dat wij na dat traject gaan we een voorstel doen om te kijken hoe we het probleem kunnen oplossen. Dus het is niet een schuldhulpverlening wat je dus biedt. Het is echt een tijdelijke pauze. Het is een tijdelijke pauze, maar in het leertraject, waar zeg maar de jongeren met zichzelf aan de gang gaan vooral. En dat zijn trajecten. Er zitten workshops in die vooral vanuit de kunstwereld zijn ingezet. Heel creatief, het creatieve brein van de jongeren te prikkelen. Maar ook om te kijken, hoe staan jullie in de wereld, waar ga je naartoe? Een van de workshops bijvoorbeeld, dat mensen zichzelf moeten beeld houden. Dus moet je je eigen gezicht moet je maken. Dat is natuurlijk een hele confrontatie die je gelijk kijkt met jezelf. Dit wordt gedaan in groepen, maximaal 15. Het liefst zijn we met groepen van 12. Mm-hmm. Omdat wij gedurende dat traject ook heel veel werken aan groepsdynamiek. Wij hebben hetzelfde probleem. En er wordt tijdens die workshop niet gesproken over schulden, maar we doen ook eten met de hele groep. En dan wordt het natuurlijk wel over gesproken. En dan heb je toch, ja, wij hebben samen eenzelfde probleem. Je staat niet alleen. En daar ontstaat een bepaalde groepsdynamiek van elkaar helpen, elkaar meenemen, elkaar tips geven. En zo werk je dat leertraject door. Tot op een gegeven moment, wij gaan komen in een periode, dan gaan we kijken, wat gaan we doen met de toekomst? Waar wil je naartoe? Daar hebben we een toeleiding naar werk. Dus hebben we een partij die met ons samenwerkt. En hier gaan we kijken of we mensen naar een baan toegeleid kunnen krijgen. Maar sommigen zijn nog heel jong en die zou je eigenlijk veel beter een studie kunnen laten doen. Nou, dan gaan we kijken of we ze kunnen helpen met de studie. Jullie hebben nu een aantal projecten achter de rug, hè? Wat moet ik me voorstellen dat jongeren hebben geleerd in die projecten? Hè? Want als iemand erin gaat en iemand eruit gaat, wat voor verschil zie ik dan? Behalve dat die persoon misschien meer zelfverzekerd is om die schulden op te lossen. Ja, nou, zelfvertrouwen is een heel belangrijk traject hierin. Ja. Ik heb enorm mooie voorbeelden van een jongen die ik graag hierbij had gehad. Maar die kon hier niet zijn omdat hij vandaag terugkomt uit Servië. Die zwaar in de shit bij ons gekomen is. Die nu gewoon een hele goede baan heeft. Heel gelukkig is. Leuke vriendin heeft. En als ik die jongen nu zie. Hij kwam een maand of 3 geleden kwam die bloemen bij me brengen. Dat is een wereld van verschil. Maar die jongen dan, hè, als we dat dan deze jongen nu benoemen, die komt bij jullie. Maar hoe kun je dan zo jong in de schuld raken, zullen veel mensen zich afvragen. Wat had die jongen dan dat het niet goed ging? Nou, ik zou je zijn verhaal vertellen. Die jongen die is vanuit de oorlog, die natuurlijk in Joegoslavië ontstond, is die hier naartoe gekomen. Als heel erg jongere, samen met zijn ouders en zijn broer. Zijn moeder is op een gegeven moment teruggegaan en hij is samen opgegroeid met zijn vader. Zijn vader overleed toen hij 13 was. En toen kwam hij op straat te leven. In een wijk waar criminaliteit ook heel veel orde van de dag was. Daar heeft toen iemand, wat ouder iemand, heeft gezegd van joh, ik ken jouw vader en ik ga je wel een beetje helpen. Maar die heeft hem wel het verkeerde circuit ingetrokken. Ja, van de wal in de sloot, zeg maar. En ja, en die is, in die periode heeft hij enorm veel schulden opgebouwd. De jongen had enorm slecht gebit, kon ook niet naar de tandarts. En die wist niet wat hij met zichzelf aan moest. En die is toen via een van die eerste trajecten bij ons terechtgekomen. En die is dat traject ingegaan. En dat is een heel pittig traject geweest, want die jongen had ook was boos. Er zat enorm veel boosheid in hem. En dan waren we ook bezig met het traject en had hij baantjes in de horeca. En had hij alweer 3 verschillende bazen gehad. En dan zat ik in gesprek met hem. En dan zei ik van, maar komt dat nou? Zijn die bazen nou allemaal zo raar? Of ligt er ook wat bij jezelf? Nou, op een gegeven moment in die gesprekken besluit genomen. Laten we ook naar een psycholoog gaan. En laten we kijken of die je kan helpen. Nou, dat bracht heel veel rust bij hem. Traject doorgelopen. En in dit geval hadden wij van een...
een geldgever die had gezegd van joh, ik had zijn verhaal verteld. Mm-hmm. Wij willen deze jongen graag helpen. Dus hier heb je een x-bedrag om die jongen te helpen. En met dat bedrag heb ik al zijn schulden afgekocht. Wauw. En dat bedrag was een lening. Mm-hmm. Dus hij had iets van 30.000 euro schuld. Wij hebben dat voor 8.000 euro afgekocht. En die 8.000 euro is hij aan het afbetalen. Die heeft hij al bijna helemaal afbetaald in een jaar. Dus hij doet het heel goed op dit moment. En met dat bedrag wat wij terugkrijgen, de bedoeling is dat revolverend te gebruiken. Dus op het moment dat ik dat geld terug heb, ga ik weer iemand anders mee helpen. Okay. Dat weet hij ook. En die jongen die heeft, want anders had hij hier graag bij geweest. Die heeft mij toegezegd van, ik wil dat verhaal delen. En delen. Dus die geeft ook lezingen. Okay. En binnenkort geven we samen ergens anders een interview in een blad. Waar wij vertellen hoe dit is ontstaan. En hoe oud is hij nu? Hij is nu 23. Dat is wel heel erg jong als je dat zoveel hebt meegemaakt. En wat doet dat met jou als je dat soort verhalen hoort? Ik bedoel, ik weet niet, ben je vader? Ja, ik heb een dochter van 16. Ook jong? Ja, en die neem ik wel mee. Natuurlijk geen wat ik meemaak. Daar vertel ik ook veel anekdotes mee die ik tegenkom. Dus het geeft mij wel dat ik daar ook wel wat meer bescherming omheen zet. Om die, op het moment dat die fase gaat komen, dat ik daarbij ben. Ja. Je maakt hele bijzondere verhalen mee. Ja. Ik heb meerdere gesprekken met instanties gehad. En meerdere instanties hebben ook aangegeven, er komen steeds meer jongeren met schulden. Hoe komt dat, denk je? Nou ja, als je kijkt naar Nederland, Nederland is veel veranderd. Hè. Mensen moeten tegenwoordig allemaal leningen nemen voor studie. Studielening is een hele grote problematiek onder jongeren die in de problemen komen. Op het moment dat jongeren 18 jaar worden, dan worden ze zelfstandig. Moeten ze een zorgverzekering gaan betalen. Als je naar die jongeren kijkt, als ik al deze trajecten bij die jongeren kijk, niets is luxe. Al de schulden zijn CEB, CAK, zorg, schoolgeld, duo, OV-kaart. Eigenlijk en misschien hier en daar een telefoontje erbij. Ja. Maar gewoon waar je mee geconfronteerd wordt als je 18 bent. En dan ga ik nog een stukje verder. Wat je bij je hoofd ziet doen. Neem schoolboeken, neem tandartsrekeningen. Die worden gestuurd, je krijgt die van mijn dochter ook, op naam van de jongeren. Terwijl de ouders verantwoordelijk zijn. Hè? Want we hebben bewust hier in de wet vastgelegd dat je met je 18e voor bepaalde financiële dingen verantwoordelijk zijn. Maar wat doen die dan op het moment dat jij 18 wordt of als 21, als ze echt je aansprakelijk kunnen stellen? Gaan ze je alsnog aansprakelijk stellen voor de rekeningen die je ouders niet hebben betaald? En dat gebeurt zit, dat? Dat gebeurt. En in een van de casussen die ik heb gehad, zat ik samen met de jongeren te bellen met zeg maar de deurwaarder die in casus zat. En op een gegeven moment zij wist niet wat die vordering was. Dat ging over schoolboeken. Dus ik zeg, sorry, wanneer is deze vordering dan ontstaan? En toen zei de deurwaarder, oh, het is ook wel raar, het is 2010 en 2011. Dus kijk dat meisje aan. Ik zeg, hoe oud was jij toen? Het was 11 en 12 jaar. En die wordt dan nu, als ze volwassen is, aangesproken. Mag dat überhaupt wel? Nou, ik was heel erg boos. Dus ik heb mijn netwerk uitgenut tot ik met de directeur van die organisatie in gesprek kwam. Toen legde ik het uit, dat kan niet, dat is niet mogelijk. Heb ik alle stukken doorgestuurd. Ze hebben deze schuld ook gekwijt, dat laat ik dat even voorop stellen. Maar in die mail die ik terugkreeg, zei dat dit in het verleden maatschappelijk geaccepteerd was. En dat heb ik ook teruggeschreven. Ik zeg, weet niet bij wie jij dit nagevraagd hebt, maar nooit niet. En ik vind, dat kan niet. Dit doen ze nu vanaf 16 jaar. Dus als ik mijn dochter de rekeningen niet betaalt, dan krijgt zij dus daar de vordering van. Voor tandartsrekeningen, de overkoepelende organen die dat doen, in en dito. Dus je wordt al heel gauw met problematiek geconfronteerd waar je niks mee kan. Als jij in armoede opgroeit en je ouders betalen niet jouw schoolboeken, dan komt het met een boemerang naar je toe. Wow. Als je in armoede opgroeit en jouw ouders betalen niet je tandartsrekeningen, als die betaald zouden moeten worden, komt het een boemerang naar je toe. En dan is het heel gauw en dan heb je maar een klein probleem nodig, wat langzaam een heel groot probleem wordt. NART heeft de afgelopen jaren tientallen mensen geholpen om weer in het arbeidsproces te komen. Een van deze mensen is Hans Slijp. Hij raakte op zijn 58ste zijn baan als manager in de zorg kwijt door een reorganisatie. Na 2,5 jaar in de WW en zich suf te hebben gesolliciteerd, kwam hij bij NART aan het loket voor een bijstandsuitkering. NART gaf hem de juiste tips waardoor hij nu weer een baan heeft. Ditmaal als huismeester in een appartementencomplex in Arnhem-Zuid. Goedemiddag. Ja. Hallo. Goed verder. Dag Hans. Hoi. Dag NART. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Hallo, dag Mabel. Hoi.
Welkom op een nieuwe werkplek. Ja, dankjewel. Zullen we naar mijn kantoortje gaan? Ja. Is goed. Kom verder. Dit is mijn kantoortje. Ja. Ja, het is een beetje rommelig, want ik ben druk bezig. Nou, dat valt reuze mee. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Leuk dat je op mijn werkplek op bezoek bent. Ja. Normaal kom ik altijd bij jou op bezoek. Ja. Op zoek naar werk. Ja. En nou, ik ben heel blij met deze werkplek. Ja. Ja. Ja, dat heb je heel goed gedaan. Ja. Dank je. Dat heb je goed gedaan. En je hebt het contract al getekend. Ja. Ja, ja. Ja. En heb je naar je zin? Ik heb het enorm naar mijn zin. Ja. Ja, dit is echt een schot in de roos. Ja, mooi. Ja. 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 Nou, en de reden waarom ik jou natuurlijk ook nog even bezoek is om te kijken of alles goed is gegaan met de afhandeling van, want je uitkering wordt beëindigd. Ja. Dus het is even belangrijk dat wij inderdaad contract hebben en dat alles rond is en dat jij natuurlijk, ja, ik had je natuurlijk ook even kunnen bellen, maar ik vind het ook fijn dat ik even, dat ik het ook even live zie. Ja. Dus hartstikke mooi, dus dat we dat gewoon kunnen afronden en dan gaan wij de beëindiging inzetten op het moment, want jij komt boven de norm uit met je verdiensten, dus dan zal je uitkering beëindigd worden. Ja, dat klopt, ja. Nou mooi Hans, dan neem ik nou afscheid van jou en dan wens ik jou veel succes in je nieuwe baan. Ja, dankjewel. Ja. En jij ontzettend bedankt voor al je goede zorgen en adviezen. Graag gedaan. En het heeft wel geresulteerd in een baan. Is mijn werk. Ja, is jouw werk. Ja, nee, ik vind het heel erg leuk dat je het naar je zin hebt. Ja. Ja, mooi. Ja, nou, wel thuis. Ja, dankjewel. En ik hoop je nooit meer te zien. Ja, dankjewel. Oké, tot ziens, Nart. Dag. Hans, Nart vertelde mij al, jij bent een tijd geleden je baan kwijtgeraakt. Ja, klopt. Wanneer was dat precies? In 2015. Ik was leidinggevende in een verzorgingstehuis en er werd enorm bezuinigd. En ik was de laatste teamleider die binnen was gekomen. Dus ook de eerste die weer ontslagen werd. En hoe oud was je toen? Nou, dat is 5 jaar geleden, dus dan was ik tegen de 60. Ja, 58. En hoe voel je je dan als je op zo'n leeftijd je baan verliest? Ja, heel vervelend natuurlijk, omdat je als 50-plusser bijna niet meer aan de baan komt. Ik heb ook natuurlijk eerst WW-uitkering gehad. Enorm veel gesolliciteerd. Echt honderden brieven de deur uitgedaan. En mijn idee is, als werkgevers mijn geboortedatum zien, dan word ik al gewoon niet in behandeling genomen. Ja. Dus ik ben de WW uitgerold, de bijstand in. En toen ontmoette ik Nart. Maar ik moet ook wat werkzaamheden verrichten. Dan praten we rustig verder. Zullen wij die kant op gaan? Dat is prima. Ik loop met je mee. Is goed. Oh, dan moeten hier wat lampjes vervangen worden. Ja, er moeten even wat lampjes vervangen worden. Toen jij bij NAC terecht kwam, hoe lang zat jij toen al in de bijstand of vroeg je toen bijstand aan? Ik vroeg toen bijstand aan. Ik had 2,5 jaar WW-uitkering gehad. En nou, dat was afgelopen en dan kom je in de bijstand terecht. Ja, en toen kwam ik NAC voor het eerst tegen. En hoe voelde je toen? Was je bang voor de bijstand? Was je juist blij dat je geholpen werd? Nou ja, dat zijn twee verschillende dingen. De bijstand is natuurlijk, kom je een heel laag inkomen terecht. Je zou kunnen zeggen dat ik van 2400 euro netto per maand terug ben gegaan naar 950 euro netto in de maand. Dat is flink. Dat is fors, ja. Hoe heb je dat volgehouden? Creatief worden, zorgen dat, eerst heel veel bezuinigd, de auto de deur uit, abonnementen de deur uit. Heel veel dingen gratis regelen. Ik maak gebruik van de gratis abonnementen op de kranten in plaats van dat ik een abonnement neem. Dat soort zaken. En toch proberen rond te komen. Ja. Ja. Maar het lijkt me niet makkelijk. Nee, dat is ontzettend moeilijk. En het levert ook heel veel stress op. Ja. Het levert heel veel stress op, zeker als je maar afgewezen wordt. En de maanden vliegen voorbij en je wordt nauwelijks uitgenodigd voor een gesprek. Ze zeggen wel eens, een laag inkomen werkt isolerend en dat is ook zo. Je kan niks extra's doen.
Ik kan niks doen voor mijn kleinkinderen of voor mijn eigen kinderen bijvoorbeeld. Ja, het is echt heel deprimerend. Ja. Ja, zeker. Heb jij tips voor mensen die in de bijstand zitten van doe dit wel of doe dit niet om eruit te komen of om ermee om te gaan? Want jij bent eruit gekomen, je weet hoe het is. Ja. Nou, wat heel erg belangrijk is, is ja, wat Nart mij geleerd heeft, de mensen moeten je zien. Je moet naar de mensen toe gaan, je moet naar de werkgever toe gaan. Zij moeten jou zien en ze moeten niet het lezen van een papiertje, van een cv of een sollicitatiebrief. Want ze moeten zelf uitgaan ja. Om je zichtbaar te maken. Ja, om je te laten zien. Dat is heel erg belangrijk. Ik heb meegemaakt dat toen ik in de 40 was, dat ik ergens solliciteerde en dat ik direct werd aangenomen. Nou ja, als je 50 plus bent, dan houdt dat op. 60 plus, dan kom je helemaal niet meer aan de bak. Dus dit is gewoon heel bijzonder dat ik nu een baan heb hier in deze flat, ja, als huismeester. Ja. Je hebt gekeken naar de laatste aflevering van Geen Geld. In deze serie hebben we tips en organisaties laten zien die je kunnen helpen als je er even niet meer uitkomt met je financiën. Financiële problemen is nog echt een taboe onderwerp. Natuurlijk zijn er meer tips en organisaties, maar niet iedereen wilde meewerken of aan mij voor de camera zijn verhaal vertellen. Ken je mensen die het niet breed hebben? Deel deze serie dan met ze. Geen Geld is terug te kijken op YouTube of geengeld.tv. En vergeet niet, trek aan de bel als je er even niet meer uitkomt.